Hoi allemaal, ik ben Bonita van Inge en ik ben productspecialist van Packaging and Design. In deze video gaan we kijken wat de juiste stappen zijn bij het kopen van bevloeiingsmatten. In potplantkwekerijen worden bevloeiingsmatten gebruikt voor het bewateren van het gewas. Er zijn verschillende soorten matten waar je uit kunt kiezen. De BWM bevloeiingsmat, klavermatten en HC klavermatten. De BWM 200 Plus Zwart Gronddoek Bevloeiingsmat is een gecombineerd tweelaags product. Het gronddoek is rechtstreeks bevestigd op de bevloeiingsmat. Het biedt een aanzienlijke besparing in tijd en aanlegkosten, bovendien is hij eenvoudig te reinigen. Om deze reden wordt hij veelvuldig toegepast op verkooptafels. De klavermat bevloeiingsmatten worden gemaakt van 100% nieuwe, hoogwaardige synthetische vezels. Ze onderscheiden zich door robuustheid, chemische bestendigheid en constante werking. De klavermat HC 80 en 100 combineert een lage watercapaciteit met een hoge verdeelsnelheid. Hierdoor is de mat in staat om een overschot aan water af te voeren. Dit is een voordeel voor buitenvelden en goed te gebruiken in combinatie met eb- en vloedsystemen. Tijdens het kiezen van een bevloeiingsmat moet je als eerste letten op de watercapaciteit. Dit is de hoeveelheid water die de bevloeiingsmat vasthoudt op 1 vierkante meter. Hoe groter de capaciteit, hoe meer water de mat kan vasthouden. Ten tweede moet je letten op de capillaire werking van de mat. Dit is de mate waarin de bevloeiingsmat water evenredig opzuigt, vasthoudt en hoe snel het water verdeeld wordt over het oppervlak. Een derde factor waar je op moet letten is je eigen irrigatiesysteem en de manier van water geven. Wordt er bijvoorbeeld alleen van onder water gegeven, dan is een hoge capillaire werking van groot belang. Dit speelt een minder grote rol als het water van bovenaf wordt gegeven. De vierde factor is de gebruiksduur. Wil jij je matten voor meerdere tilten gebruiken? Dan is de kwaliteit van groter belang dan wanneer je matten slechts 1 tilt mee moeten gaan. Het laatste punt is de ondergrond. Hierbij moet je kijken naar het materiaal, zoals beton of zand, en de helling van de ondergrond. Heb je vragen over bevloeiingsmatten of wil je bevloeiingsmatten bestellen? Neem dan contact met ons op of neem een kijkje op royalbrinkman.nl.